Omdat ik het idee had dat bewustzijn, dat het toch ook wel iets moest zijn dat je moest kunnen onthouden of zo. Maar dat is een herinnering. Ja. Wat je bent is dus leeg, niets. Voilà. Met een herinnering is dus iets wat wordt waargenomen. Wat een tijdsduur heeft en nou ja, een verloop. Die dus, ja, zeg maar het papier waar de woorden op verschijnen, die leegte en daar in het verblijven. Ja, en dat wat dat dus wil, is het restje van de doener of het ego of net hoe je dat wil noemen. En daar is dus niks mis mee dat het opkomt, alleen dat is dus weer iets wat wordt waargenomen en niet wat je bent. Maar dat die neiging opkomt is eigenlijk heel begrijpelijk. Want als dat organisme geschikt is om inzicht te ontvangen of die verschuiving mee te maken, dan gaat hij dat prettiger vinden dan de gebruikelijke geïdentificeerde toestand. Dus dat dan ook een tekst erbij krijgt van ik wil meer zo leven in plaats van zo, ja, dat is logisch. Ja. Maar jij, de waarnemendheid, ziet dat verhaaltje ontstaan en die wens ontstaan. En daar is niks mis mee. Nee, er is nooit iets mis mee. Daar is het leuke bottom line van Advaita. Het is niet moralistisch. Alles gebeurt gewoon spontaan. De basic teaching is, je denkt dat je de doener bent, maar die bestaat niet. Als er geen doener is, kan er dus ook niks verkeerd gedaan worden. Dat is gewoon onmogelijk. In de beleving van een geïdentificeerd individu zijn er dingen die lukken en niet lukken. En al dat soort zaken. En dat geeft onze levensheisa van trots en schuld en nou ja, whatever. Maar in werkelijkheid, het inzicht is, of een van de inzichten is, degene die ik dacht te zijn bestaat niet. Daarom roep ik ook wel eens van die rare dingen. Ik heb niet de indruk dat ik ooit iets gedaan heb, dat mij ooit iets is aangedaan, of dat ik een ander ooit iets heb aangedaan. Er zijn dingen gebeurd. Dat is de feitelijke beleving. Uiteraard, in het relatieve, als ik tegen iemand opbot, zeg ik gewoon sorry. Want ik snap dat de consensus is, we zijn allemaal afgescheiden wezentjes die verantwoordelijk zijn voor ons gedrag. En nou, bla bla bla. Dus dan zeg ik gewoon sorry, want het kost niks. That's all right. Maar ik geloof het niet. Het was nooit intentioneel. En zelfs over de intenties die hier opkomen ga ik niet. Die komen gewoon ineens op. 5 minuten voordat je iets wil, wist je nog niet dat je dat ging willen. Dus ik geloof dat Schopenhauer het was, die zei van een mens kan doen wat hij wil, hij kan alleen niet willen wat hij wil. Want wat je wil komt maar gewoon op. Maar heb je dan de keuze om daar dan iets mee te doen of niet? Nee dus. Iets mee te doen of niet? Nee dus. En dat moet je niet geloven, hè? Dus nee. Voor de goede orde, Advaita is geen kerk, dus we willen geen gelovigen. Het is een handreiking meer om te onderzoeken hoe zit dit nou. Dus als je kijkt naar hoe jij bijvoorbeeld voor hagelslag kiest in plaats van pindakaas, dan als je daar goed naar kijkt, dan zie je dat heeft ermee te maken van je genetische opmaak, wat je meegemaakt hebt, omdat je klappen krijgt, omdat je met pindakaas knoeide, heb je liever hagelslag. En dan zeg je hè, in je geest van, nee, ik heb besloten dat hagelslag lekkerder is dan pindakaas. Maar feitelijk is het een geconditioneerde, een aangeleerde patroon. En als je dan twijfelt tussen die twee... Maar dan zijn de twee krachten ongeveer even sterk. Ja. Dus dan is het verlangen ongeveer even sterk dan de weerstand. En dat is strikt genomen onpersoonlijk. Van ik wil dit graag, maar ik ben er ook bang van. En dan krijg je... Nou, als dat verlangen sterker is dan de weerstand of de angst, dan ga je dat doen en dan zeg je, ik heb besloten om dit te gaan doen. En als de angst sterker is, dan zeg je van nee, ik heb goed nagedacht, ik ben verstandig. Dat gaan we dus niet doen. Want, en dan komt er een lulverhaal, wat iedereen gelooft. Maar als je van een afstandje kijkt, zie je gewoon die twee krachten die zijn bezig. Nou, en in de ene geconditioneerde organisme doen die twee krachten linksaf en in de andere rechtsaf. Maar ze denken allebei dat ze daarvoor kiezen. Die krachten veranderen in de loop der tijd? Of ja, zeker. Waar doen we dat?
omgevingsfactoren, ervaringen, dingen die je meemaakt, wat er in het organisme gebeurt. Terwijl in je gevoel lijkt er een soort constante ik te zijn, die altijd hetzelfde... Als je daarover nadenkt, dan weet je het wel. Een dom voorbeeld die ik vaak geef, van toen je 10 was, speelde je met popjes of autootjes. Nu niet meer. Dus dingen veranderen, je voorkeuren veranderen, weet je wel. Maar je besluit niet van, nou, over 20 jaar ga ik dit of dat doen. Dat gebeurt zo. De mening is dan go with the flow? Nee, want hij is weer net doen alsof je iets te kiezen hebt. Er is geen remedie. Nee, remedie verwijst eigenlijk altijd naar een methode. En heb ik ook vaker gezegd, de basissoftware van het ego is eigenlijk, ik wil iets te pakken krijgen of ergens vanaf. Dus dan wil hij een strategietje, wat dan beter is. Het inzicht is, er is niks mis. En degene die ik dacht te zijn, bestaat niet. En dat wordt ingezien, of het wordt niet ingezien. Dat is de kern, er is niks mis en degene die ik dacht te zijn... Yes, dat zijn twee kernhandreikingen. Maar het is niet van dat we daarin moeten gaan geloven, of dat we dat moeten gaan nastreven, of iets dergelijks. Het is een mogelijkheid om op een andere manier naar dingen te kijken. En als dat kwartje valt, leidt dat tot spontane veranderingen. Valt het kwartje niet, dan hebben we er een paar ideeën bij. Waar we op dezelfde manier mee om zullen gaan als daarvoor. Namelijk proberen, duwen, trekken. En denken dat we iets te kiezen hebben. En over dat kiezen vind ik altijd heel erg leuk. Van iemand die heeft zeg maar ergens een probleem mee en zo. En dan wil die een strategie hoe dat beter kan. En dan ontdekken we op een gegeven moment dat hij of zij gelooft dat er iets te kiezen valt. Nou, dan zeg ik van, nou, kies dan nu even dat dit geen probleem is. Mm-hmm. Nou, dat gaat dus niet. Want dat specifieke organisme heeft er een hekel aan dat zijn partner vreemd gaat. Een ander misschien niet. Maar je kunt niet kiezen omdat, als dat je keizer doet, weet je wel. Je kunt niet gaan kiezen van, nou, ik kies nu van dat ik dat tof vind. Van, ik zag nog een leuk iemand, moet je die niet ook even... Weet je wel, dus de hele tijd, en dat is dus een mogelijkheid om daar eens naar te kijken. Je denkt de hele tijd dat je kiest, maar kun je eens kijken hoe dat wat je kiest nou eigenlijk ontstaat? Waar komt dat uit voort, weet je wel? En het ideetje van ik heb een vrije wil om te doen wat ik wil, hoe zit dat nou eigenlijk? Is het niet zo als ik daarnaar kijk dat ik gewoon kan zien waar dat hele krachtenspel vandaan komt en dat dat maar gewoon in een bepaalde richting duwt? De kans dat deze, roep ik dan vaak, een bank gaat beroven, is vrij klein. Daar is dit organisme niet geschikt voor. Er zijn er die daar zeer geschikt voor zijn en zeer zeker geen satsangpraatjes gaan lopen verkondigen. Dat levert niet genoeg op. Een bankje kraken. Zijn mensen ook niet verantwoordelijk voor een daad? Nee, want er is geen afzonderlijke vrije wil. Dus dat hele wat wij afgesproken hebben, iedereen is een individu en verantwoordelijk en beslissingsbevoegd en heeft een vrije wil. En dat is hoe wij de dingen doen, omdat wij dat geloven. Nou, het onderzoek, als je dat doet, heeft de mogelijkheid in te zien dat dat allemaal kletskoek is. Maar nogmaals, dit is geen politiek punt, dit is niet iets om te geloven. We kunnen het inzien of niet. En wat levert het je op als het kwartje dus valt? Mogelijkheid tot verandering. Dan is het goed, zoals het is. Yes. En dan zie je dat het altijd al goed was en dat er nooit iets mis was, dat je dat alleen maar dacht. Dus bewust veranderen is kletskoek. Ja, gaan zitten proberen te veranderen, dat is dus eigenlijk zelfverbetering. Strikt genomen, vanuit Advaita-perspectief of vanuit ontwaakt perspectief, ben je dan bezig met wat je niet bent. Hoe dat bij mij gebeurd is, dat is het eerste stuk, zag ik dat ik mijn lichaam niet was. Dus ik kon zien. Toen zag ik dat ik mijn gedachten niet was. En toen zag ik dat mijn zien was en dat alles kon zien wat ik niet was. Yes, alleen maar dat. En dat was het. Yes, that's it. Cool. En het leuke is dus bij dit, sommige organismen zijn dus geschikt voor ontwaken en andere niet. Ook dat kies je niet, daar ga je niet over. Op sommige plekken, zal ik maar zeggen, gebeurt het en op andere niet.
En allebei die plekken, stel dat het er twee zijn, die kunnen allebei naar Satsang gaan boeken lezen, hun best doen of juist niet. En de ene, ja, die wordt dan wakker en die andere, ja, is misschien teleurgesteld of gefrustreerd of whatever. Maar toch heb ik nog een wil. Mijn buitenlaag, zoals ik het noem, heeft een wil. Uiteraard. Maar als die wil niet uitkomt, is dat voor mij geen probleem. Yes, exact. En dat is dus een ander ding, waardoor je dat zegt, van dat organisme, dat functioneert gewoon zoals het functioneert. Dat deed je door? Yes, dat deed je het altijd al. Ja. Vandaar dat ik vaak roep, je hebt helemaal geen ego nodig om te bestaan. Die ego-beweging is alleen de neiging, dat heb ik gedaan, dat heb ik gedaan, dat heb ik gedaan. Terwijl het al gebeurd is. Ja. Dat betekent dus ook dat het niet zoveel zin heeft, al zou je het misschien niet kunnen laten, om als je je hiermee bezighoudt, jezelf op de kop te gaan geven omdat je het niet vat. Of je het vat of niet, daar ga je dus niet over. Er kan een interesse in je zijn in dit soort zaken. En dan lees je van die boekjes en dan ga je naar die rare bijeenkomsten. En als het heel erg wordt, wat ik dan wel dat virus noem, dan ben je er een hele tijd mee bezig. En alles gaat daarover. En dan zeggen mensen, ik ben met bewustzijn bezig. Wat taalkundig hilarisch is, want het is nou net het enige waar je niet mee bezig kan zijn. Oké, zo heet dat dan, dat is leuk. Maar of het kwartje valt of niet, dat is dus niet jouw verdienste of jouw schuld. Dat is goed om even mee te nemen. Want ik ken zat mensen die zichzelf dus de hele tijd op een donder lopen geven. Want, oh, nou heb ik het alweer verkeerd. Of, nou zie ik het nog steeds niet in, en dat soort teksten. Is jouw schuld niet. Ja, dat kun je dus weer niet kiezen, maar het kan wel zijn dat dat valt in je en dat die neiging dan ophoudt. Dat maakt het een stuk prettiger. En dat is met alle uitingen die plaatsvinden, die zijn niet bedoeld om op te volgen of iets dergelijks of om na te strijven, maar gewoon een mogelijkheid dat er even, oh ja. En of dat dan pakt of niet, ja, dat zullen we wel zien. Sommige mensen hebben dus interesse hierin, anderen niet. Daar is dus ook niks mis mee. Dus je hoeft dan ook, als dat doordringt, waar het nu even over gaat, je vrienden en familie zeg maar niet te gaan verachten, omdat die deze interesse niet hebben. Die kun je gewoon laten. Sommigen zijn geïnteresseerd, sommigen niet. Maar ik weet wel dat zoeken voor mij goed is geweest. Ja, en desondanks kunnen we niet zeggen of het goed was of niet, alleen maar dat het er was. Het was er. Dus ik kan ook een verhaaltje ophangen waarin ik aannemelijk maak dat al mijn, dankjewel, spirituele inspanningen tot ontwaken hebben geleid. Ik kan net zo goed een verhaaltje houden dat al mijn spirituele activiteiten totaal overbodig waren, want het kwartje zou toch gevallen zijn. Ik kan dat niet weten. Wat ik alleen weet is dat die gek jarenlang met van alles en nog wat bezig was, omdat hij het niet laten kon. Dus dat kwartje kan voor iedereen op ieder moment. Ja, yes, strikt genomen, yes. Of die en, hier komt, en, ja. Yes, of voor niet. Sommige organismen hoort het erbij om zelf onderzoek te doen en naar satsang te gaan. En anderen die wandelen gewoon rond, stoten hun hoofd en. Klaar. Dat kun je dus niet weten, dat is het leuke ook. Daarom moet je dus ook. Ja, je mag alles. Maar het is even taal. Moet je nooit iemand geloven die zegt alleen deze manier. Alleen deze benadering of alleen deze weg. Zodra iemand dat roept is die niet goed bij zijn hoofd. Daar kan die ook niks aan doen. Maar het is wel kletskoek. Niemand weet dat. Ja, maar voordat je weet dat het allemaal kletskoek is. Oh. Ja, ja, sure, sure. We zijn allemaal aanvankelijk natuurlijk, en zo zijn we ook opgevoed. Dus dat is deel niet alleen van het genetisch materiaal, maar ook van onze douche aan ervaringen, zeg maar, vanaf de kindertijd. We zijn zeer goed gelovig. Zodra iemand met een beetje autoriteit iets roept, dan hebben wij de neiging om te denken, oh ja, ja, dat, ja, nee, dat is zo. En wat Advaita nou eigenlijk net doet, is zegt van, zet nou eens overal een vraagteken achter. Kijk zelf. Eigenlijk zegt het geloof is niks. En kijk gewoon. Kijk, luister, voel, proef, onderzoek. En misschien ontdek je iets en misschien niet.
Maar geloof niet zomaar van alles en nog wat. Eigenlijk is kijken. Ja. Als het maar intens is en totaal. Ja. Yes. Is het dan zo dat daar een intellectueel begrip kan van zijn, maar dat het dan opnieuw op een gevoelsmatig niveau zit? Ja, yes, dat is heel populair. Ja. Er zijn ook mensen die begrijpen het heel goed. Ja. Maar als je kan kijken, zou ik maar zeggen, dan zie je meteen, er is niks gebeurd. Ze hebben alleen ze hebben het sommetje kloppend hier. Dat kan. En bij sommigen begint het dus met een aantal dingen in te zien in de zin van begrijpen. Voordat het doordringt. Bij anderen blijft het bij begrijpen. Weer anderen die hebben veel meer op een intuïtief of gevoelsmatig niveau een verschuiving meegemaakt. En dan komt het begrijpen of niet, of pas naderhand. Uiteindelijk is het begrijpen niet zo belangrijk. Zet het jou niet op weg? Sommigen. Anderen niet. Er zijn zelfs mensen voor wie het begrijpen of het intellectuele aspect ervan juist een hindernis is. Dat ze daaraan hechten en daar dan ja, natuurlijk. Daar zijn we ook mee opgevoed, hè? Mm. Waarom denken wij onder andere bijna allemaal dat we de denker zijn? Omdat we van kind af aan opgevoed worden met dat het intellect alles wel oplost. Een gigantische overschatting van het intellect. En waarbij nog komt dat we niet zien dat een groot deel van het intellect door emoties gestuurd wordt. Dus hoe het emotioneel of energetisch met mij is, bepaalt heel erg hoe ik denk. Terwijl werkelijk denken is eigenlijk ontdaan van emoties en belangen, is gewoon pure logica. Dat gelooft ook niks. Het kijkt en het ziet, oh, dit werkt zo, als er dit gebeurt, dan gebeurt er dat, tak, tak, tak. Oké. Okay. Het is een soort bijna wetenschappelijk observeren. Wat wij meestal doen is van, oh, als er maar niet dit gebeurt, dan hoe krijg ik nou dat voor elkaar? Weet je wel, ik noem dat stress of neurose, dus eigenlijk geen denken. Als je heel goed luistert, dan hoor je gewoon, angst is aan het woord. Dat is geen denken. Terwijl echt denken, dan is het af en toe stil en dan wordt er iets geproefd en dan komt er, oh wacht even, dan komt er misschien een vervolgvraag en klopt dit wel? En het is onderzoeken eigenlijk, om te kijken wat het is. Maar de normale geest die heeft zoiets, die denkt dat hij alles al weet, ja dit zit zo, dat weet iedereen en klaar. Die wil eigenlijk niet denken, dat kost veel te veel moeite. We willen horen hoe het zit. Oh, zo zit dat, goed zo. Weet je wel, of dat nou op politiek niveau is, of in de kerk, of whatever. We willen gewoon dat iemand zegt, ja, zo zit dat, en dit moet je doen. Oh ja, dat is goed. Hoef ik niet na te denken. Bij mij nu het denken zegt van, ja, je moet van dat denken naar dat gevoel dan. Maar is dat dan ja, maar dat is dus weer een conclusie, ja. Hè? Dus ja. Dat is interessant om te observeren. Dus dat is leuk dat je dat zegt. Dat wil het denken dus ook, die springt, dat zei ik van de wijk ook, van, die springt van het ene stoeptegeltje naar het volgende. Dus de hele tijd jumping to conclusions. Ja. En dat is iets anders dan gewoon kijken hoe iets werkt. Want er werd niet gezegd dat je meer naar het gevoel moest. Dat heb ik niet gezegd. Weet je wel, dus zo is de geest heel vaak dingen aan het vertalen en probeert hij er steeds een strategietje van te maken om van hier naar daar te komen. Van, oh ja, ja, ik geloof dat ik door heb dat denken niet goed is. Dat werd niet gezegd, weet je wel. En dus kan ik beter gaan voelen, want dat heb je ergens in de happiness gelezen of zo. Als je Krishnamurti leest, jaren geleden, en je leest die teksten nu, dezelfde tekst betekent iets totaal anders. Yes, of course. Omdat jij verandert. Ja, dus jij projecteert dat daarin. Dat. Of je verandert. Ja, ja. Nou, we het daar in ieder geval bij houden. Die geest die verandert door de ervaringen die meemaakt. Nou, als er iets meer helderheid ontstaat, ga je een tekst anders lezen. Gaan er andere accenten vallen. Je herkent het. Ja, en het is daarom ook vaak handig. En heb ik ook vaker geroepen om dingen, zeker goede dingen, zou ik maar zeggen, en daar zijn er gelukkig niet zoveel van, om die in je leven een aantal keer te lezen.
Want dan krijgt het ook de neiging om door te dringen. Het hele verhaaltje dat jij denkt dat je de body-mind bent, is doordat er eindeloos herhaald is in je leven door iedereen die je kent, dat dat zo is. Dat heb je 600 miljard keer gehoord, met of zonder woorden. Dat er dan enige tegenwerk, zou ik maar zeggen, nodig is om daar wat ruimte in te krijgen, is niet zo gek. Want alles draait op, jij bent een individu, je hebt een vrije wil, je bent verantwoordelijk, alles draait daarop. En dat is fantastisch, er is alleen één dingetje mee, het is niet waar. Het is verder niet erg, het is alleen, het is niet waar. Maar het is leuk om op te gaan merken, en dus geen oproep om daar iets aan te gaan doen, maar om op te merken hoe de geest de neiging heeft de hele tijd ergens een strategie van te maken. Oh, ik moet van het denken naar het voelen. Of nee, het ging niet over voelen. Intuïtie. Ik moet intuïtief ontwikkeling gaan doen. Weet je wel, als het maar iets gaan doen is. Dat vindt hij fantastisch. Ik ben de doener, dat is de kern. Dus daarom zijn allerlei benaderingen waarin je van alles te doen krijgt, heel populair. Want daar is de basis ego-software. Van hier naar daar. En dan kunnen we mooi moeite doen. En het liefst een lang traject. Waarbij je flink wat stappen ook in hebt. En liefst bij iedere stap een stickertje of een certificaatje of something. Van ik ben gevorderd. Ik heb nu al level 3B gehaald of iets dergelijks. Dat is fantastisch. Dat vindt hij mooi. Maar stoppen hier right here en kijken, dat vindt hij niet zo leuk. Het moet van hier naar daar en het moet moeite en tijd kosten. Dat is goed. Onderweg, samen onderweg. Naar niks. Maar is dat dan uiteindelijk niks in de opvoeding te doen? Om dat eigenlijk in te zien dat we idioot bezig zijn? Nee. Want voor de meeste organismen is het uitstekend om gewoon geïdentificeerd te leven. Mocht die totaliteit veranderen en het leuker gaan vinden, bij wijze van spreken, om veel meer wakkere mensen te laten ontstaan, dan gebeurt dat. Nou, blijkbaar is dat niet aan de orde. Dus er is niks mis mee. En zoiets is een heel begrijpelijke gedachtegang, weer vanuit een ik-perspectief. Alleen het zou veronderstellen dat niet alleen de ouders van het kindje wakker zijn, maar ook de leraren op school, de hele buurt, iedereen die op tv komt of op YouTube of weet ik veel waar iedereen naar kijkt, iedereen op Facebook, dat er dus alleen maar wakkere messages zouden zijn. Dat zou dus veronderstellen dat de hele wereld wakker is. Sorry. It's not gonna happen. En verder is er geen enkel probleem. Want 99% van de mensen, nogmaals, die vindt het helemaal uitstekend. Het idee komt nog niet op dat ik niet de body-mind zou zijn. Dat is voor 99% van de mensen gewoon evident, helemaal oké, prima zo. Er zijn een paar van die mafkezen, en er zit dan hier een select groepje van, die hebben zoiets van, misschien klopt het niet helemaal. Of iets in ieder geval wat je hier naartoe brengt, er is iets bezig. Jullie zijn de afwijking, niet de norm. Dus vanuit het idee van de grootste groep zit hier een zaaltje vol mafketen. Weet je wel, terwijl voor iemand die misschien een paar dingen begint door te krijgen, die denkt, die hele wereld is knettergek. Ja, inderdaad. Maar het hangt dus maar af van je perspectief. Dat is nou net een van de grappige dingen. En het gooit ook in jezelf een heleboel. Door elkaar. Want je denkt, ben ik nou krankzinnig of is de hele wereld krankzinnig? Yes. Ja, is ook een beetje vreemd om te denken van de hele wereld is krankzinnig. Het is een goed uitgangspunt, hoor. Ja. Het is niet waar je moet stoppen, maar het is een goed uitgangspunt. Het is gewoon één open inrichting hier. Ja. Iedereen is knettergek. En het leuke is, als je dat realiseert, dan niveleert dat je verwachtingen een beetje. Ja. Weet je wel, dan hoef je er niet van uit te gaan dat iedereen nobel en aardig en vriendelijk is,
Weet je wel, maar dan kijk je gewoon van oké, iedereen is knettergek. Dus het ene moment kunnen ze gewoon iets liefdevols doen en het volgende moment zijn het gewoon grote eikels. En daar is niks mis mee, want ze zijn knettergek. Ja, maar ik denk dat ik ook nog wel aan het voelen flinkstukje gek ben. Ja, sure, maar het punt is dus van dat het oké is. Terwijl als je gaat lopen verwachten dat mensen alleen maar zo zijn of alleen maar zo zijn, dan loop je de hele dag vol onbegrip of frustratie rond. Dat heeft geen zin. Dat is een goed uitgangspunt. Iedereen is knettergek. Is er geen methode om terug te gaan naar die volledige identificeerdheid? Methode, van A naar B. In plaats van wakker te worden, teruggekeerd. Zou er een verschil zijn trouwens? Ja. Wat mogelijk is, is nu, gewoon op dit moment, even op te merken dat iedere gedachte gewoon ergens in verschijnt. Er is gewoon een soort, als je dat kunt opmerken, ruimte, en dan komt die tekst in omhoog. Is er geen methode om? Als je even net naast die tekst kijkt, dan is het gewoon stil. Als je begrijpt wat ik bedoel. Die stilte, that's it. En het leuke van die stilte is, die is maar gewoon. Die heeft geen ondersteuning nodig, die heeft geen tekst nodig, die heeft geen geloof nodig, die heeft geen inspanning nodig. Voordat je je ergens op gaat richten of voordat je ergens voor gaat inspannen, is het er al. Als dit doordringt, dan betekent dat dat iedere methode is er vandaan. Want die stilte is hier. Een methode heeft altijd te maken met van hier naar daar. Iedereen die wil altijd daar. En dan ga je het niet vinden, want het is alleen maar hier. En die methode is wat verschijnt in die stilte. Yes, exact. Dus welke methode er ook bij elkaar wordt gebabbeld, het is een waarneming en dus slaat het nergens op. Ik ben dat wat vooraf gaat aan iedere methode. Als dit duidelijk is, is het klaar. Vooruit, terug, dat bestaat helemaal niet, want wat ik ben is alleen maar hier. Het lichaam verplaatst zich, maar wat ik ben niet. De gedachten lijken te bewegen en de gevoelens lijken te bewegen, maar wat ik ben niet. Is het niet zo dat in plaats van ik die beweeg in die ruimte, dat die ruimte gewoon beweegt voilà. Van mij? Yes, exact. Dat was een beetje een rare ervaring op dat moment. Net of je dat vroeger zo'n computerspelletje speelt en met die autorace. Mm-hmm. En dan je ziet dat die baan beweegt, maar de autootje staat stil. Exact. Ja. That's it. En het is alleen maar raar, omdat wij dus dat niet geleerd hebben. Ja. Het is gewoon een andere perceptie, precies andersom. De wereld komt aan mij voorbij. Ja. Ze trekken het decor voorbij. Ja. That's it. Ja, die ervaring was heel sterk op dat moment. Nou, dat is zo'n glimpje. Van ja. En dat kan inderdaad voor de geest die geprogrammeerd is om het andersom te zien, even een beetje desoriënterend zijn. Je kunt die dingen checken, weet je wel, van hoe laat het ook is, jij bent altijd hier, altijd nu. Ik zie nu dat het 2:30 is, of 7:30, of ik ben altijd hier, of ik nu in Eindhoven ben, of in Heijen, het is altijd hier. Tenzij ik me identificeer met dat lichaam, ja, dan lijkt het alsof ik heel veel kilometers maak. Dus dat is één van de inzichten, is niet eens dit perspectief of dat perspectief is het juiste. Nee, alles is afhankelijk van het perspectief. Dan ben je dus ook meteen van een hele hoop gedoe met mensen bijvoorbeeld af. Want iedereen kijkt vanuit net een ander perspectief. Hoe kan ik dan zeggen dat een ander het verkeerd heeft of zo? Dat gebeurt wel, omdat we irritatie ook leuk vinden en ruzie maken. Maar op het niveau van waarheid, iedereen heeft gelijk of niemand heeft gelijk, net zo je wil. Het hangt allemaal van het perspectief af. Als je van hieruit kijkt, zie je dat. Als je van daaruit kijkt, zie je iets anders. Als je je omdraait, zie je weer wat anders. En stil. Staat ook het hart van consciousness? Er zijn toestanden mogelijk waarin al het waarnemen, dus iedere vorm van richting, wegvalt. Dat noemen we dan samadhi, of bewusteloosheid, zo je wil. Of dood. Er zijn woorden daarvoor. Dan is het gewoon
Ja, het absolute wel, maar geen wereld, geen ik, geen beweging, geen richting. Dus je zou ook kunnen zeggen dat het waarnemen van wereld en mensen en bewegingen, daar is alleen maar mogelijk eigenlijk in de waaktoestand. En het is dus eigenlijk een gevolg van hersenactiviteit of activiteit van de geest. Zodra die geest stilvalt, verdwijnt eigenlijk alle waarneming. Dat is heel grappig. En wij zijn er dus aan gewend, en dat kun je ook zien als je naar die geest kan kijken, die probeert constant activiteit aan de gang te houden. Is als de dood dat het stilvalt, letterlijk, omdat dat voelt als dood. Dan wil die niet. Dus die is de hele tijd bezig prikkels te zoeken, zichzelf te prikkelen. Want hij weet ergens, zal ik maar zeggen, niet echt, maar hij weet dat dat hele ding wat wij leven noemen, alleen maar een gevolg is van drukke geest. Dat is wel apart. En dat noemen wij dan werkelijkheid. Maar die bestaat dus alleen als de geest in een min of meer neurotische toestand is. Dus we leven eigenlijk ons gevolg vanuit conditionering. Yes, altijd, hè? Ook als je wakker bent. Voor de goede orde. Het organisme is per definitie geconditioneerd. Een wakker organisme net zo goed als een niet-wakker. Het enige verschil is dat die niet-wakkere dat niet doorheeft en denkt dat die vrij is. Die wakkere weet dat het organisme per definitie onvrij is, maar dat die dat niet is. Maar ziet constant wel die niet-wakker aan de gang blijven. Ja, dat is deel van wat er gezien wordt. Ja, ja. Maar er is weinig nadruk op, terwijl in de geïdentificeerde toestand ligt de nadruk constant op mij. Iedereen die geïdentificeerd is, denkt dat hij de belangrijkste op de hele wereld is. Me, 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 de hele tijd, weet je wel. Dat is gewoon normaal in die toestand. Nou, dat soort dingetjes kunnen nog wel optreden, maar dat is als de wakkerheid is niet de hele tijd actief. En als het al opkomt, dan is er ook meteen eigenlijk zoiets van... Dus... Er zijn ook van die richtingen, en dat weet je dan ook meteen, die dan beweren van dat bevrijding betekent dat alle conditioneringen uit het systeem zijn. Gelul. Dat gaat gewoon nooit gebeuren. Er is wel een hele goede manier om mensen tot aan hun honderdste bezig te houden. Want er is altijd wel een conditioneringje ergens. Bijvoorbeeld, ik kan mezelf toch deconditioneren... En daarmee aan de slag gaan, zodat ik wel hagelslag kan gaan eten. Daar kan ik dan een project van maken, weet je wel. Slaat nergens op. Maar totale bevrijding van conditionering is dus kletskoek. Zo'n ding, of het nou een mensending is, of een teek, of een hond, die zijn per definitie geconditioneerd door alle ervaringen die ze hebben gehad en door de genetische make-up. Allemaal. En iedereen die roept van, ik ben totaal bevrijd van conditionering, moet je heel hard gaan lachen. Dus er is alleen dat de toeschouwer, doordat je toeschouwer bent, die conditionering niet zo meegaat in, ja, dat je er zo'n last van hebt. Van ja, je hebt daar geen last van. Ja. En er wordt dus ook niet meer gedacht dat er iets mis aan is. Het hoort bij die toneelfiguur die daar bezig is. Het is gewoon iemand die op het podium staat en die speelt King Lear. Hij is niet King Lear, dat is jou volstrekt helder, de anderen niet. Maar hij denkt dat en ja, dan loopt hij zich aan te stellen en van dat vreselijke Shakespeareans uit te slaan en zo. Daar kan hij niks aan doen, zo is hij geconditioneerd, top. That's all right. Dan vallen ook alle oordelen weg. Ja, exact. En de grap daarbij is dat daardoor... er sommige conditioneringen in dat poppetje uit elkaar vallen. Zomaar spontaan. Dat daar ineens geen zin meer in is. Maar niet dus door daarop in te zetten of op persoonlijke groei of zelfverbeteringsmethode daarop los te laten, maar gewoon die laten los. Dan heb je ineens zoiets van, oh, ik deed toch altijd zo? Ja, oké, nou niet meer. Oké, dat maakt ook niet uit. Cool. Maar het heeft dus inderdaad niets met goed gedrag te maken. Als dat zo zou zijn, zou deze nooit iets hebben ingezien. Trust me. Ik deug niet.
En je hebt hem eens hoop, hè? Ja, dat is gelul. Ik ben een geweldige vent. Maar dat moet je niet altijd zeggen. Hè. En dat wat opleverde is het begrip, door die ervaring wat omhoog kwam. Dat iemand zonder gekke dingen in staat is om iemand van kant te maken. Er hoeft niet veel voor te gebeuren. Hoeft maar een druppeltje meer in de woede te hebben en gebeuren. Exact, en dat sluit dus aardig aan op wat ik van het begin zei. Van, we kunnen wel allemaal denken dat wij daarover gaan. Of dat, hè, over het verhaal van die vrije wil. Nee, als de energieën precies zo zich opbouwen, dan gebeurt dat. Ja. Wordt aan die voorwaarden, zal ik maar zeggen, niet voldaan, dan gebeurt het niet. Ja. Maar we gaan daar dus niet over. Het hangt er maar vanaf voor die hele energetische constellatie in elkaar gezet wordt. En daarom is het verrassende dus dat er allerlei dingen gebeuren die mensen verrassend vinden. Als je helder bent, dan vind je dat helemaal niet zo verrassend allemaal. It makes perfect sense. We voelen dingen niet volledig, dus ze stapelen zich op. We hebben niet werkelijk inzicht in wie of wat we zijn. Dus we worden constant geregeerd door angsten en verlangens. Weet je wel, ja, dat die ding, vind ik dat dan leuk als zoiets gebeurt? Nee, natuurlijk niet, dat zeg ik niet. Maar ik vind het wel altijd begrijpelijk eigenlijk. Dus het is gewoon een toeval dan, als zoiets gebeurt, van energieën of hoe je dat wil noemen, wat dan op dat moment gebeuren of samenkomen. Yes. Dus dat komt allemaal samen en dat leidt tot een resultaat. En als we dus vanuit identificatie leven, dan zeggen we, ik heb dat gedaan, ik had dat niet moeten doen. Als dat er niet is, dan wordt gewoon geobserveerd dat het plaatsvindt op die manier. Het is gewoon een constatering. Oké, zo ging dat. Ja. Dat is volstrekt begrijpelijk. Ja.